Het is een bijzondere editie van Appelpop dit jaar. Het enige gratis festival in Nederland viert momenteel zijn 30ste editie. Maar dat niet alleen. Waar Appelpop al jarenlang wordt gezien als de afsluiter van de zomerfestival, is de zomer nog in volle gang. Maar ook Appelpop heeft een hitteplan. Wat vind je van Appelpop? Ja, leuk. Appelpop is top. Ja, fantastisch. Ja, en van de line-up de artiesten hier? Supergoed. Welke artiest vandaag wil je echt graag nog zien? Joost. Joost? Ja. Ja, dat snap ik wel. En wat vindt u van de hittemaatregelen die ze hebben gedaan? Zoals schaduwplekken, watertaps? Ja, wat ze ondernomen hebben is gewoon helemaal super. Warm is het toch? In de tent zijn er wat ventilatoren, begreep ik. Af en toe voel je een windje, maar meer niet dan wel. Maar goed, met zoveel mensen is dat ook wel te begrijpen. En wat zou jij als hier volgend jaar een andere artiest zou moeten staan? Wie zou jij dan uitkiezen? Ja, ik denk nog een keer Antoon. Wie zou je kiezen? Ook Antoon. Ook Antoon? Die is wel geliefd, denk ik. Ja. Nou, ik heb wel meerdere. Bluff. Bluff was top gisteren. Rolf Sanchez. Heb jij nog meer van gisteren? Van gisteren. Nou, ik vond De Wolf ook wel geweldig. Wat vind je van de artiesten van dit jaar die er nu zijn? Ik vind ze minder leuk dan vorig jaar. Want vorig jaar waren er meer die echt van deze tijd waren. Dus. Ja, ik vond vorig jaar ook wel wat leuker dan dit jaar. Ja, ik ook. De artiesten zijn gewoon een stuk minder leuk dan gewoon vorige jaren. En als jullie een artiest zouden mogen uitkiezen voor aankomend jaar, welke zou je dan kiezen? Geen idee. Nee, ik weet het ook echt niet. Ik zou wel leuk vinden als Boef een keer kwam. Ja. Een goeie. Het is warm, hè? Een biertje erbij, dus prima. Wat vindt u van de artiest hier? Een beetje leuk? Ik heb niet heel veel artiesten nog gezien. Wat vind jij van de artiesten dan? Ik vind het helemaal top. Hey. Joost die komt dadelijk. Wat vind jij van Appelpop dan? Ook helemaal top. Hoeveelste keer is het? Eerste keer. Eerste keer, waar kom je vandaan? Nijmegen. Maar Nijmegen. Als u nou artiesten mocht aanraden voor volgend jaar, wie zou dat dan zijn? John Coffey. Die gaan we straks bekijken. En weten jullie waar de naam Appelpop vandaan komt? Nee. 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 Nee, geen idee. Nou, het komt vandaan vanuit de streek en vanuit de fruitcorso. Dat is eigenlijk een soort van carnavalstocht met fruitwagens. Weet je waar de naam Appelpop vandaan komt? Ja. Zeg het eens. Uit Tiel. Ja, uit Tiel, ja. Op Appelpop.
Ik vind het wel leuk, maar ik ben er pas net. Echt 20 minuten of zo. Dus, En is het je eerste keer hier? Ja, ja. Wat vind je een beetje van de artiesten? Weet je een beetje wie er komen? Ik weet wel een beetje wie er komen, maar sommige die ik leuk vond waren er gisteren. Dus helaas kan ik die vandaag niet zien. Ik weet dat vandaag Raccoon, toch? Raccoon vandaag is eigenlijk een beetje de enige waarvan ik denk van, oh, die wil ik zien. Ja, leuk. Ik kijk heel erg uit naar Dirty Daddies. Joost zometeen, dus we moeten even gaan haasten. Kraantje Papi. Dus ja, ik heb er zin in. En je zegt, ik ken niet zo heel erg veel artiesten, maar als je zelf een artiest mocht aanraden voor volgend jaar, wie zou dat dan zijn? Zo, daar overval je me wel een beetje. Waarschijnlijk een techno-artiest. Oeh, ja, ik ben heel groot fan van de jeugd van tegenwoordig, maar die zijn misschien iets te groot voor Appelpop. Oh,